Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe live-uitzending. Ik ga even kijken of ik mijzelf kan vinden en dan gaan we zo meteen gezellig van start. Nou, ik heb mijzelf gevonden. Even alles klaarzetten. Even alles delen en dan gaan we zo meteen van start. De tweede live-uitzending vandaag op de Studio Light Workshop dag. Ik hoop dat jullie er weer zin in hebben, dat jullie het leuk vinden om weer gezellig met ons mee te gaan kijken. Ik ga vanmiddag lekker aan het kliederen en ja, het wordt een beetje een random uitzending. Dit is iets wat je gewoon niet totaal kunt voorbereiden. Het zal dus ook denk ik wat anders worden dan ja, de voorbeelden, maar de intentie is om een beetje deze pagina's te maken. Nou, ik ga dus met de Lindy sprays aan de slag. Ik ga met mask stencils aan de slag uit de Mindful Art collectie. En ik ga niet exact hetzelfde maken als deze, maar ik ga een beetje ja, soortgelijk proberen. Ik wil een tweede pagina erbij naast maken bij deze. En bij deze wil ik ook een tweede pagina aan de andere kant erbij maken. Maar aangezien ik dus niet twee keer hetzelfde wil, ga ik ze tijdens de uitzending gewoon een beetje anders nog maken. Hoe ver ik ga komen, weet ik ook niet. Ja, ligt ook een beetje aan het proces, zeg maar, hoe lang ik overal mee bezig ben. Het sprayen kost natuurlijk wat tijd. Ik ben natuurlijk even ja, bezig met ook elke keer dingen verhitten, omdat ik met sprays en met embossingpoeders aan de slag ga. Maar we gaan het gewoon zien. Nou, het voorbeeld. Ik heb dus gewerkt op mijn nieuwe Slimline Journal die volgende week in de winkels komt te liggen. Dit is dus gedaan met de nieuwe Enchanted Forest Sprays van de Lindy's. Nou, jullie zien wel. Ik zal hem er even uithalen. Dit blinkt echt als een malle. Kijk, ik weet niet of jullie die glans kunnen zien in de... Ik moet even de vertraging afwachten. Maar ik denk haast wel dat jullie het kunnen zien. Kijk eens, dit is toch gewoon gaaf. Nou, het blinkt aan alle kanten. Ook deze blinkt aan alle kanten. En wat ik daarvoor heb gebruikt zijn dus deze Lindy's van... of deze Enchanted Forest set van Lindy's. We hebben hem verkrijgbaar in een set. Maar we hebben ook alle kleurtjes los verkrijgbaar. Dus kijk even wat jij zelf wilt. In de set zitten 5 kleuren. Ik heb 3 kleurtjes gebruikt. Nee, 4 kleurtjes. De blauwe heb ik tot nu toe nog niet gebruikt. Maar ook dat gaat komen. Nou, de kleurtjes die erin zitten heb ik dus ook even voor jullie op een kleurenwaaier gemaakt. Ik heb er nog geen naam bij gezet. Maar dat moet nog gebeuren. Dit is de Gnome Berry Bordeaux. Dan hebben wij de blauwe, dat is de Dragonfly Denim. Dan komt de gelige, dat is de Sparkling Sunset. Dan hebben wij de Fairy Garden Green. En we hebben de Toadstool Taupe. Dus dat zijn de kleurtjes die erin zitten. Nou, als je deze koopt, ik heb het dus alvast even voorbereid. Maar jullie zien het wel, deze potjes die zijn, lijken gewoon helemaal leeg. Hierin zit al poeder. Maar jullie krijgen als je deze dus koopt alleen een leeg flesje met poeders. Wat moet je daarmee doen? Je gaat wat water koken of je moet een beetje ja, lauwwarm water pakken uit de kraan. Dus het moet wel lauwwarm zijn. En die ga je vullen tot aan dit streepje. Dan laat je ze ja, minimaal 10 minuten staan. En daarna ga je de mica poeders erdoorheen schudden. Ook elke keer voor gebruik moet je even goed schudden. Zodat die mica's er weer doorheen gaan. Dus je ziet het nu wel, de mica's worden weer opgenomen in het water. Dus je vult hem tot aan dit streepje en 10 minuten laten staan en dan aan de slag ermee. Nou, ik ga dit even aan de kanten zetten.
Want we moeten natuurlijk eerst een basis hebben. Nou, wat heb ik gedaan? Ik ga één basis ga ik voorbereiden. Daar moet ik eventjes nog een journalpagina voor pakken. Dat ben ik vergeten. Maar we hebben alles wel redelijk binnen handbereik liggen. Nou, zoals ik al zei, ik heb er alvast wat voorbereid omdat ik het gedroogd moet hebben. Maar tijdens deze uitzending kan ik wel eentje maken en na die tijd gaan drogen. Ik ga dit stencil pakken. Dat is een nieuwe uit de Warm & Cozy collectie. Die ga ik even vastmaken met wat mallentape. Die spuitmondjes, je moet ze na gebruik gelijk goed schoonmaken. Dus als jij gespreid hebt, ook gelijk de mondjes weer schoonmaken, zodat die mica's er niet in gaan zitten. Ik wil deze mandala in het midden hebben. Nee, weet je wat? Ik ga deze keer even anders doen. Ik heb nu al twee van die mandala's heb ik in het midden gedaan. Ik ga hem nu gewoon even anders doen. En de basis is gewoon hetzelfde. De werkwijze is hetzelfde. Alleen heb ik dan straks even een ander voorbeeldje. Ik ga hem even vastplakken en ik ga even die extra stukjes hier afplakken, zodat we die niet weer zien. Nou, wat ga ik doen? Ik wil dit gedeelte dus gaan gebruiken op mijn pagina. Dan hebben wij structuurpasta nodig. Ik heb de structuurpasta van de Studio Light. Dat vind ik zelf hele fijne structuurpasta. Dat is er een met een, er zit iets een soort korreltje in. Hij droogt gewoon echt heel mooi op. Als jullie problemen hebben met de live uitzendingen, kijk dan even in de groep bij uitgelichte berichten bovenaan de groep. Dan kun je ons het makkelijkste vinden. Of meld je aan voor het evenement, ook dan kun je ons makkelijk vinden. Nou, wat doe je met die structuurpasta? Je neemt wat uit je potje. Ik vind zelf voor zulke gedetailleerde stencils, vind ik een platte spatel wel best fijn werken. Ik heb hem toevallig een zwarte van de Ising, maar ik had hem gelinkt, een witte, dat is een setje. Dat kun je er ook prima voor gebruiken. Op deze manier kun je vrij snel een groot oppervlakte aanbrengen. Nou, je gaat gewoon eigenlijk een broodje smeren. Er hoeft niet zo heel veel structuurpasta op als er maar wat op zit. Nou, ik zie overal gefeliciteerd staan. Ik weet niet waar dat precies voor is. In ieder geval diegene dan gefeliciteerd. Dit even schoonmaken. Normaal gesproken zou ik eigenlijk eerst even de andere kant ook droog maken en dan pas op gaan plakken. Maar aangezien ik daar nu geen tijd voor heb en ik iets anders wil gaan doen, ga ik gewoon even dit gedeelte van mijn mask stencil nu hier op plakken. Ook dit even weer afplakken, want ik wil die sterretjes gewoon niet gebruiken op deze. En ik vind het toch wel fijn dat dat nog een beetje vast zit. Ook hierbij weer een broodje smeren. Nou, het beleg hoeft er niet extreem op. Dus gewoon wees ook een klein beetje zuinig met je structuurpasta. Want hoe meer jij erop smeert, hoe sneller het ook onder je stencil loopt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je kan dit aan de lucht laten drogen, deze structuurpasta. Of je kan het met de heat tool gaan verhitten. Ik heb zelf in dit geval heb ik het allemaal aan de lucht laten drogen. En dat is met een speciale reden die ik jullie zo laat zien. Want ik heb namelijk weer iets leuks erbij bedacht. Zo, mijn brood is gesmeerd. Deze halen we eraf. Ik gooi hem even in een bak met water. Dan hoef ik nu niet alles schoon te gaan maken.
Dat scheelt. Nou, mijn glasmat schoonmaken. Ik werk dus op de glasmat van Crafty Motions. Dat werkt heel erg fijn met mixed media. Nou, waarom heb ik hem deze keer niet aan de lucht of niet met heat tool gedroog gemaakt? Ik wilde namelijk de Distress Frosted Crystal overheen doen. Frosted Crystal is een soort embossing medium. Dat kun je gelijk gaan embossen. Maar daardoor krijg je straks met de poeders, de sprays zeg maar, verschillende kleurtjes en structuurtjes op jouw project. Nou, dat vind ik super leuk. En ik wil het dus ook niet overal hebben. Ik wil het her en der een beetje hebben. Dus ik pak een Nuvo spoon. En ik tik een beetje van die embossing poeder hierop. En dat doe ik gewoon her en der een beetje ertussen. En omdat mijn structuurpasta nog nat is, blijft het hier dus aan zitten. En nu wil ik dit dus aan de lucht laten drogen, want het overtollige, wat dus straks... Ja, nu zit het ook zeg maar op de gedeeltes waar nog geen structuurpasta zit. Ja, je kunt het er ook in één keer afkloppen. Laten we dat nu in dit geval maar even doen. Dus gelijk op de kop houden. En het overtollige is er nu gewoon ervan af. Dat kun je weer terug doen in je potje. En nou kun je het in principe gaan verhitten. Maar dat wil ik niet, want ik wil het pas gaan verhitten op het moment dat ik aan het sprayen ben. Dus vandaar dat ik nu ook wat anders heb voorbereid. Ik heb hem namelijk al klaar liggen. Kijk, hatsikidee. Hij is klaar. Nou, ik weet niet of jullie het in beeld kunnen zien, maar er zit dus een heel mooi structuurtje op. En ik heb bij deze de, hoe zal ik het zeggen, die embossingpoeder dus ook nog niet geëmbost. Dat gaat straks pas gebeuren. Wat ik wel heb gedaan, is mijn papier bewerkt met een transparante gesso, zodat ik wat meerdere laagjes hierop kan werken. We gaan namelijk met heel veel, water sprayen. En ook die sprays hebben veel water erin. En ik wil niet mijn hele papier bobbelig krijgen. Dus vandaar dat ik nu gekozen heb om te gaan werken met een transparante gesso eronder. Nou, en dan gaat het leuke beginnen. Het kliederen. Mocht ik een reactie missen, sorry dames, het loopt niet allemaal even goed door. Dus ik doe mijn best, maar ik kan niks beloven wat ik allemaal lees. Nou, ik ga beginnen met de kleurtjes te schudden die ik wil gaan gebruiken. En in principe zijn dat vier kleurtjes. De Toadstool Taupe, de Sparkling Sunset, de Gnome Berry Bordeaux en de Fairy Garden Green. Blauw past namelijk niet helemaal bij mijn JMA collectie. Dus die houden we eventjes aan de zijkant. Nou, ik ga straks wel gewoon veel kabaal maken, want ik moet dus sprayen. Niet sprayen. Ik moet feunen. Je kan dit ook een beetje met water gaan vermengen. Ik spray eerst even een aantal kleurtjes door elkaar heen. Nee, ik heb het papier uit mijn journal gebruikt. Dus dit is een soort aquarelpapier. Nou, kijk gewoon zelf even waar jij je donker wilt hebben, waar je lichter wilt hebben. Je kan dit lekker laten lopen. Ondertussen even droog feunen. Ik kan niet te veel tijdens het feunen gaan praten, want dan kunnen jullie mij niet verstaan. Kijk, en waar jij de kleur nog een beetje er weer af wilt hebben, kun je het er ook weer af gaan deppen. En je ziet wel, deze kleuren pakken straks weer compleet anders uit
dan die andere. Een beetje van die goud er nog weer bij. Nou, het sprayen is gewoon loslaten, want dat wordt geen enkele keer hetzelfde. Dus dat is gewoon iets, dit heb je niet in de hand. Ja, die transparante gesso gaat over de structuurpasta. Dit is een beetje die groenige erbij. En dit is gewoon leuk, dit is gewoon spelen, kliederen, sprayen, weer een beetje afdeppen, weer een beetje erbij sprayen. En de achtergrond hoeft ook niet helemaal perfect te worden, want we gaan er straks nog weer met embossingpoedertjes bij werken, dus dan, ja, dan bouw je pas je achtergrond echt op. Ja, dit zijn de nieuwe kleuren van de sprays. We hebben ze nog beperkt op voorraad en de groothandel heeft er ook niet veel meer. Mocht je vandaag bestellen, dan worden ze pas woensdag of dinsdag weer bij ons binnen verwacht. Dat staat er ook bij. De leverdatum is dan dinsdag. Want ze zijn helaas al allemaal uitgekocht wat we nu op voorraad hadden. Nou kijk eens, ik vind zelf die vlekken ontzettend leuk. Hou je daar niet van, dan ga je dat natuurlijk altijd weer wegsprayen, hè? Nou, het gaat wel een beetje, ja, het is een echt een kliederuitzending, een föhn- en lawaai-uitzending. Daar moeten we deze keer gewoon een beetje mee doen. Even kijken, ik wil nog een beetje van die mooie bordeaux kleur erbij hebben. Dus je kunt gewoon nog lekker ermee door gaan spelen zoals je zelf wilt. Nou, ik vond dit setje van de, ja, de Lindy's vond ik gewoon zo ontzettend gaaf passen bij mijn Warm & Cozy collectie. Nou, Rihanna is er ook afgelopen week al mee live geweest. Die heeft er weer totaal wat anders meegemaakt. Dus ja, kijk ook die live uitzending nog even terug. Die was trouwens in onze JMA groep. Dus daar kun je ook nog weer wat vinden. Nou, moet je altijd rechtstreeks zo op je papier sprayen? Nee, er zijn tientallen wegen, ook met het sprayen. Je kan met het sprayen ook nog ja, op je craft sheet doen en er dan in gaan deppen. Er zijn echt heel veel manieren. Nou, dit gaan we even weer droog maken. Het pepervet van de Warm & Cozy met het vellum. Dat staat ook wel in de webwinkel gelinkt bij de producten van vandaag. Ik heb het artikelnummer straks wel, maar dan moet ik even dit eerst droog hebben. Nou, dit schiet al aardig op. Ja, net wat ik zeg, dit is gewoon ja, eventjes een uitzending met veel en dat soort dingen. Ik kan er niks aan doen, dat hoort er gewoon bij deze techniek. Anders is het gewoon, ja, kan ik het niet laten zien. Nou, die waterdruppels ook even lekker laten drogen. Weet je, als je die waterdruppels dus laat drogen, dan krijg je ook zo'n mooi donker randje eraan. Oh, ik hou daarvan. Ik vind dat echt zo leuk. Kijk, dit is toch gewoon top. Echt dit. Ik weet niet of jullie het zien, maar Lindy's is dus een, ja, hoe zal ik het zeggen? Lindy's is dus een spray. En die heeft dus,
ja, echt van die goudpoedertjes erin. Echt die Mika's, dat is gewoon zo ontzettend leuk. Nou, hij is nog niet helemaal kurkdroog, maar ik ga gewoon op de gok dat het op deze manier gaat. Nou, spray heb ik even niet meer nodig. Dus gelijk even die spraymondjes schoonmaken, zodat die Mika-poedertjes daar niet in gaan zitten. Ik vergeet dat zelf ook nog wel eens en dan gaan ze wel verstopt zitten. Dat is niet de bedoeling. Ben jij trouwens niet zo van het sprayen? We hebben dezezelfde kleurtjes ook nog verkrijgbaar in de Magicals. Dat zijn losse poedertjes. Als het lukt, zal ik die eind van de uitzending ook nog eventjes doen. Maar ik ben bang dat mijn tijd gewoon daar te kort voor is. Een uurtje is altijd zo voorbij. Nou, ik wil deze twee naast elkaar gaan doen in mijn planner. Nu zien jullie wel, de pagina's worden al anders qua kleur. Terwijl ik wel dezelfde kleurtjes heb gebruikt. Maar dat maakt niet uit. Het hoeft ook niet exact hetzelfde. Nou, wat heb ik hierbij ook nog gedaan? Ik heb dat mask stencil een beetje geaccentueerd. En dat heb ik gedaan met de goudwax van Crafty Motions. Dus de gilding wax, de metallic wax. Kan je ook weer leuk over deze stencils heen doen. En dan krijgen we gewoon lekker nog meer bling bling. Wij houden van bling bling. Ik ga gewoon ook even project voor project opbouwen. Want als ik nu de tweede niet afkrijg, dan heb ik in ieder geval één project wel klaar. Nou, Maria, ik word ook gewoon echt blij van dit soort achtergrondjes. Ik vind het zo leuk. En zo kun je een mask stencils ook gewoon in zijn geheel gebruiken. Deze is dus een beetje gebobbeld. Ik ga hem gewoon straks na die tijd eventjes lekker onder iets zwaars leggen. Dan wordt hij vanzelf wel weer plat. Wat ga je daarna doen? Lekker stempelen op de achtergrond. Ik heb daarvoor... Eigenlijk mag het nog niet, maar ja goed, ik wil deze pagina als tweede pagina maken voor deze. En aangezien ik volgende week een live heb bij Studio Light voor de presentatie van de nieuwe Essentials collectie. En ik gewoon echt in tijdnood zit met voorbeelden maken en voor dit, voor de live en voor Studio Light en alles, heb ik gewoon besloten om toch maar dit alvast te laten zien. Officieel mag het dus niet, maar het is gewoon even het anders. De zilveren wax, momenteel is dat niet leverbaar van geen enkel merk. En daarom hebben wij nu de gilding wax van... Even kijken, Koza Crafts weer opnieuw besteld. En die komt wellicht vandaag of maandag weer bij ons binnen. Wat voor kleur heb ik hiervoor gebruikt? Ik heb de henna van de Lavinia gebruikt. Dat kleurtje vond ik wel ontzettend leuk bij deze lijn passen. Nou, ik pak gewoon een stempeltje. En die ga ik even random afstempelen. Dus die hoeft niet overal hetzelfde. Lavinia die heeft ook wat, wat meer pigmentinkt erin zitten. Dus je hoeft het ook niet te dik erop te doen. Hier langs de zijkanten nog een beetje. Dat is dat. Nou, ik hoef ze niet naast elkaar te leggen, want het hoeft ook niet hetzelfde te worden. Maar meestal ben je dat wel een beetje geneigd. Nou, ik had in mijn boodschappenlijstje ook wat andere leuke producten neergezet. En dat zijn namelijk de embossingpoeders van de Wow. En die zijn ook echt wow. Want die passen ook weer perfect bij mijn eigen lijn. En dus ook bij deze Lindy sprays. Dat is het setje Just Desert.
Die heb ik nu niet gebruikt, maar ik kan jullie wel de kleuren laten zien. En dat is deze. Ja. Dit is de Burnt Toffee. Nou, kijk eens, daar zit dus ook gewoon goud bij in. Het is echt een prachtig kleurtje. Dit is de French Toast. Een beetje geel met ook een beetje goud erbij in. En dit is de kleur Mud Pie. Het zijn allemaal echt hele toffe kleurtjes. Maar waar ik vanmiddag mee bezig ga, dat is deze. Dat is de It's Cold Outside. En daarin zit bijvoorbeeld ook de pumpkin latte. Dat is een beetje oranjeachtig met goud. Daarin zit de caramel vanille. Dus ja, ook een beetje goud met geel. En daarin zit de luxuries chocolate. Ik ga nu met de luxury chocolate aan de slag. En daarvoor gebruik ik dat leuke ja, barok frame. Of motiefje van mijn JMA-stempel. En dan heb ik een watermark inkt nodig. Dus dat kan Versamark zijn. Het maakt niet uit wat voor soort merk als je daarvoor gebruikt. Dan heb ik eerst eventjes... Oh, die heb ik net, denk ik, te goed opgeruimd. Nee, toch niet. Ik ga eventjes met een anti-static doekje over mijn werk heen. Want anders heb ik de embossingpoeder straks overal zitten. Even kijken. Hij moet zo komen. Even kijken dat ik de gaatjes aan de goede kant doe. Oh, ik zie Ria Hermkens. Ben blij dat ik al besteld heb. Anders wordt het lijstje alleen maar groter. Nou ja, je kan nog steeds een nieuwe bestelling plaatsen. Hè? We hebben 10% korting vandaag. En elk uur verloten we ook nog een leuke surprise bag. Dus ja, je kunt nog steeds een extra bestelling plaatsen. Deze ga ik 3 keer doen. Nou, jullie kunnen dat nu dus nog niet zien, omdat er nog geen embossingpoedertjes op zitten. We gaan de leuke embossingpoedertjes erbij pakken. Even kijken, dit is dus de Luxury Chocolate. Ja, ik laat echt veel te veel leuke dingen zien, want het is gewoon zo mooi. Dit kleurtje ook, die is heel tof. Nou, wat heb ik nog extra gedaan? Ik vond dit zo'n mooi kleurtje. Je kan deze ook her en der een beetje tussen die mandala nog weer laten springen. Dus gewoon niet te veel, maar dan krijg je echt van die leuke stukjes nog weer. Dit ga ik wel even vanaf de onderkant verhitten, omdat anders mijn embossingpoeder wegspringt en dat is niet de bedoeling. Ik zet hem gewoon even op standje speed. Dan weet ik zeker dat ik het lekker snel... Daar komt ze hier niet bij passen. Ik weet niet waar het over gaat, Lia Glebbe. Ik denk dat ik wat opmerkingen gemist heb. Ik doe dit even een klein beetje buiten beeld. Want anders is hij elke keer aan het scherp stellen. En dan zal ik jullie zo laten zien hoe tof die kleur weer is. Ja, dit wordt even een beetje lastig. Ik wil toch eigenlijk zien of ik het... een klein beetje in beeld kan krijgen met het versmelten ook. De totaalactie, Francisca. Nee, die zit niet in de 10% korting, want daar heb je al ruim 10% korting op. Dus actieartikelen die ja, doen eigenlijk niet meer mee.
ga even... Nou, kijk toch eens hoe top dit is. Dit is gewoon echt leuk. En je ziet wel, nu krijg je lekker van die donkere stukken weer tussen je mandala. En zo kun je gewoon mix en match doen. Dit gaan we even weer terugstoppen in ons potje. Nou, ik had bedacht dat ik 2 van deze creaties wilde maken, maar volgens mij gaat dat helemaal niet lukken, dames. Ja, weet je, je bent gewoon zo lang bezig overal mee. Oh, dit is te leuk, te leuk. Kijk toch eens hoe gaaf dat blinkt. Zo houden, Janine, want anders dan doe je hem straks weer verkeerd om. Een klein beetje script er nog bij. Wat voor kleur ga ik die doen? Ook gewoon met die henna. Dus deze stempels zijn er nog niet. Die komen volgende week in de winkels. Maar dan weet je in ieder geval wat er aan gaat komen. Ja, het script kan ook gewoon heel ietsjes daar overheen. Wat ga ik nog meer doen? Ik had bij die andere ook een gouden embossingpoeder er nog bij gebruikt voor een beetje script. Dan ga ik bij deze een beetje gewone gouden embossingpoeder, maar dan ga ik een swirl stempelen. Dus ze hoeven niet exact hetzelfde. Maar ik vind het wel leuk om dat gouden dan ook weer op deze kant weer terug te laten komen. Omdat ze dus naast elkaar gaan komen in mijn journal. Oh, wat stom. Foutje, bedankt. Ik heb dus de verkeerde inkt gebruikt. Nou, het geeft niet. Ook zo is die leuk. En dan gaan we het anders doen. Dan ga ik hem ook hier bovenaan gewoon in deze kleur stempelen. Foutje bedankt. Dan ga ik hier wat anders doen. Dan ga ik een paar gouden stipjes er gewoon met embossingpoeder op doen. Moet ik nu wel de gewone inkt doen? Nou, misschien kan ik ook wel hier inderdaad nog die gouden embossingpoeder overheen doen. Want deze is vrij nat. Dit is hele natte inkt. En zo heb ik het de vorige keer ook gedaan. Want toen had ik geen Versamark inkt in de buurt. En toen heb ik ook wat anders gebruikt. Gewoon proberen. Als het niet mooi is, hebben we pech gehad. Oh, kijk, dat gaat nog prima. Opgelost. Goed dat jullie meedenken. Kijk, dit is toch gewoon gaaf. Ik heb hier voor de gouden embossingpoeder van de iZink. Dus ja, ik werk wel met allerlei merken en dingetjes door elkaar heen. Je kan gewoon alles door elkaar heen doen. Nou ja, eigenlijk is die al wel vrij ver hoe ik hem ook wil hebben. Maar jullie zien bij deze dat ik een hele toffe rand er langs heb gedaan. Nou, dat kan je dus ook heel erg mooi doen met die poeders van de Wow. En dat geeft dus ook weer zo'n Wow effect. En hoe doe je dat? Nou, je kan er met jouw Versamark kussentje langs. Maar dan krijg je niet dat hele mooie uitgelopen en dikke randje. We hebben van de Wow ook een soort mixed media brush. En dat is dus eigenlijk de Versamark, maar dan al in een heel handig kwastje. En dat ga je random een beetje aanbrengen. De ene keer wat dieper naar beneden. De andere keer
Gewoon een beetje erlangs wrijven. Wat wel een tip is, breng het niet te dik aan. Dus dat er geen enorme klodders onder komen te zitten. Dus dit is eigenlijk gewoon het plakmiddel voor de embossingpoeders. Gewoon random een beetje aanbrengen. Dit is ontzettend handig. Zo kun je ook bijvoorbeeld in het midden van je pagina ook een keer leuk een beetje embossingpoeders aanbrengen. Deze wel dekseltje erop doen, want als dat omrolt dan ben je de pineut. Het is echt heel vet spul. Nou, dan gaan we ons leuke potje er weer bij pakken. Oh, dit is, kijk ook gewoon eens naar die kleurtjes. Dat is gewoon te tof. En we gaan dit dus weer hier overheen strooien. En daar waar jij die, ja, met dat toeltje er langs bent gegaan, daar blijf je embossingpoeder dus lekker plakken. Kijk, het is zo al leuk, maar als we het gaan verhitten, dan krijgen we dat mooie gouden glansje er weer bij. Ik vind het wel jammer dat ik jullie reacties eigenlijk niet allemaal zie. Ja, ik zie er af en toe wat voorbij komen, maar als er echt vragen zijn, dat zie ik helaas niet allemaal. Ik mag straks ook nog wat weggeven. Ik wacht daar nog heel eventjes mee, want ik ben nog niet weg. Ik ben nog veel te veel bezig in mijn bubbel met lekker kliederen en creëren. Maar ik ga straks in ieder geval dit maskstencil weggeven waar ik mee aan het werk ben. En ik ga een leuk standsmalletje weggeven waar je dus de tekst op kunt doen. Die wat ik hier ook bij heb gebruikt. En ik geef straks vanzelf wel een keer het seintje wanneer jullie mee kunnen dingen voor de giveaway. Nou, kijk, dit is toch gewoon al tof. Voor de opbouw van mijn project gebruikt men ook altijd nog een... Ik ben blij dat ik niet in de winkel werk, Janine. Dan had ik echt een probleem. Nou, dat probleem, dat heb ik zelf ook. Dat is echt gewoon... zo verschrikkelijk. Dan komen er weer nieuwe dingen binnen en dan is het zo hebberig. Zo kwam net Maya Design binnen. Nou, het is gewoon weer te leuk. We gaan een beetje spetteren nog met een zwarte Posca. Niet te veel, gewoon her en der. Dat is dat. Dat is koude thee. Nou, nu ga ik voor de opbouw een klein beetje kijken dat ik ze een beetje in dezelfde stijl heb. Nou, ik kreeg net al de vraag dat vellum paper pad. Vellum paper pad is JMA-WAC-MPP09. En daarvan ga ik dus ook het vellum gebruiken. Ik heb alvast een strookje afgesneden. Want ik dacht, ik ga die op dezelfde hoogte zo eroverheen doen. Dan komt het straks mooi uit in mijn journal. Tenminste, ja, ik heb hetzelfde formaatje. Je gaat er overheen. Ik ga hem aan de achterkant gewoon vastplakken. Ik heb een strookje van 5 centimeter gepakt. Dat ga ik met een beetje dubbelzijdig tape vastmaken. Vellum vind ik lastig. Nou, vellum begin ik steeds leuker te vinden. Vellum kan je zoveel leuke dingen mee doen. En ja, er zijn ook zoveel manieren om het
ja, weer vast te gaan maken. Aan de achterkant is altijd makkelijk, dan zie je het nooit weer. Kijk. Nou, hij is niet helemaal op dezelfde hoogte gekomen. Dus hij moet ietsjes naar beneden. Ja, dat is de Piet Lut in mij. Het moet wel hetzelfde zijn. Dan zegt ze, mixed media is loslaten en perfectie loslaten. Maar voor mij moet het toch nog wel hetzelfde. Nou, ik wil de pagina's dus niet exact hetzelfde maken. En wat heeft Janine dus gedaan? Ik heb voor deze een bloemenstempel gepakt. En dat is de JMA-ES stamp 68. En die heb ik op zwart aquarelpapier gestempeld met gouden embossingpoeder. En die heb ik daarna met metallic verf ingekleurd. Ik heb hiervoor dit metallic setje van de Derwent. Dat is een setje, daarin zitten dus metallic aquarel verf en metallic potloden. En daarmee kan je dus heel erg mooi op zwart gaan inkleuren. Ik dacht, die leggen we er zo een beetje onder. Dan hebben wij nog zo'n leuk tekstje. En die wilde ik toch eigenlijk wel erop gaan doen. Maar hoe? Even kijken hoe en wat. Even denken. Want daar komt deze dan ook nog weer op. En dan... Ja, de Derwent zal ik nog eventjes erop gaan zetten. Ja, ik vond die bloem zelf ook wel ontzettend leuk erbij. Ik kan de bloem er ook rechtop neerzetten. Keuzestress. Wat is leuk? Ik vind deze eigenlijk in het midden het leukste. Even gewoon een beetje bedenken hoe en wat. Dit heet gewoon mindful prutsen. Prutsen totdat je tevreden bent. Ik kijk het ook gewoon even in de camera terug wat leuk is. Soms heb je dan net een andere blik er weer op. Ik denk dat ik het toch anders doe. Ik ga deze zo doen. En dan denk ik dat ik een tekstje hier overheen ga maken. Of ik laat het vellum gewoon helemaal achterwege. Dat kan ook nog. Oh, wat is wijsheid, dames. Wat is wijsheid? Want ja, het moet bij mij ook nog aan beide kanten een beetje symmetrisch zijn, hè? En ik wil de achtergrond blijven zien. Oh. Ik denk dat ik het zo ga doen. En dan komt dat zwarte lintje hier weer precies overheen. Ik denk dat dat wel leuk is. We gaan het gewoon doen. Niet langer zeuren. Niet langer zeuren. Ik vind het mooist met de bloem rechtop. Ik vind het een hele mooie bloem, maar niet per se hierop. Ja,
Maar ik wil de bloem er wel hierop hebben. Ik vind het niet zo mooi. Bloem schuin. Maar ik wil juist twee verschillende pagina's, zeg maar. De ene is dus rustig en dan de andere net weer even wat anders. Vellum naar beneden. Ja, misschien dat ik het vellum ook wel helemaal weglaat. Ik ga eens even kijken. Het is gewoon nog een zoekplaatje. Zo kan het ook nog. Maar als ze dan naast elkaar in de... Oh, wacht. Ik kan het dan ook zo doen dat ik deze dan exact hier weer onder doe. Dus dat het bij elkaar aansluit. Dat gaan we doen. Dus dan moet hij op. Oh. Even een beetje prutsen, dames. Hij moet op deze hoogte dan ietsjes naar beneden. Want dat gaatje kunnen we er straks zo weer in maken. Daar hebben we een hele handige krokodil voor. Dan kan de bloem misschien ook wat schuin. Iets schuin. Die tekst die zou dan hiernaast weer kunnen. Maar dan vind ik het leuker om hem zoiets schuin te doen. En dan laat ik het touwtje hier weer onderdoor lopen. Zo gaan we het doen. En daarna laten we het gewoon zo. Ik ga het zo doen. Ik vind het mooi. Plakken. En afwerken. En dan denk ik dat er nog iets een klein vlindertje aan deze kant bij komt. Dus we gaan het gewoon zo doen. En als het vast zit, dan kunnen we het ook niet meer veranderen. Een gaatje met de krokodil erin. En zie je, zo gaandeweg dan ben je weer een beetje aan passen en meten en stoeien. En dan komt het vanzelf wel. Ja, je wilt dan in de live wil je net even weer wat anders. En dan is het altijd even een beetje schakelen. Ja, en de een houdt wel van zo'n bloemetje erbij, de ander niet. Nou, twee gaatjes of twee zwarte eyelets. Een gaatje erin maken. En met de andere kant kunnen we dus ons eyeletje vastmaken. Zo. Ja, de bloem is een keer wat anders. Ja, maar die bloem die wil ik er bewust bij hebben, want op die andere pagina heb ik het zonde gedaan. En ik wil niet twee dezelfde gaan maken. Dat is, dat vind ik gewoon niet leuk om te doen, om twee keer exact hetzelfde te maken. Dus vandaar dat ik nu gewoon even wat anders erbij bedacht heb. Nou, het lintje. Ik heb 3 mm lint van Vasen Creative. Dat is een zwart satijnlintje. We gaan gewoon weer verder waar we gebleven waren. We waren nog bezig in dubio met de teksten en dat soort dingen. Nou, deze kwam dus een klein beetje over de bloem heen. Dit ga ik later aan de achterkant wel even netjes vastplakken. Dan zal ik
jullie nu tijdens de live eventjes niet mee gaan vermoeien. Ik doe het gewoon even tijdelijk met mallentape. Want anders dan ben ik straks te veel tijd al kwijt. Deze gaat hierop komen. Nou, de mallentape dat past. Of dat gaat zo goed dat het alweer los zit. Dus dat is geen optie eigenlijk. Eventjes losjes vastplakken. Nou, ik hoop dat jullie mij weer gevonden hebben. Want ik ga zo natuurlijk ook nog even wat weggeven. En het is natuurlijk een beetje lullig als ik nu in één keer wat weg ga geven. Terwijl bijna niemand er nog is. Dat is een beetje jammer. Dus ik wacht heel eventjes en dan ga ik zo wat verloten. En wat ga ik verloten? Nou, ik ga dus dat mandala stencil verloten. En ik ga dus die mal verloten waar ik nu dus ook mee aan de slag ben. Dus deze zeg maar, dat leuke tekststenseltje. Nou, ik plak deze heel eventjes nog met twee stukjes foam op. Dan kan ik desnoods later nog een klein beetje brainstormen of ik het op deze manier wil. Of dat ik toch nog iets anders ermee wil. Ik ben nog niet helemaal 100% zeker namelijk. En af en toe geeft dat ook niet als je een creatie later af wil maken. Even kijken. I'm starting over. En ik had daar in principe gisteren een tekst uit het boekje gehaald. En ik ga bij deze. Ga ik doen, I am not giving up, I am starting over. Nou, die moet daar dus precies tussen gaan passen. En dan heb je dus twee pagina's zo bij elkaar. Nou, ik zie nu al wel, hij moet ook de andere kant op gaan buigen. Dat vind ik mooier. Dus hij gaat zo komen. Aan die kant. En dan hebben we mooi twee pagina's bij elkaar. Nou, jullie zien wel, bij mij verlopen dus ook alle creaties niet altijd in één keer vlekloos. Soms moet je gewoon echt een beetje passen en meten. Nou, ik ga het echt helemaal het finishing touchwerk doe ik gewoon achteraf nog eventjes. Maar dit is gewoon echt ja, de basis. En zo heb je dus straks twee ontzettend mooie pagina's naast elkaar in je planner. En dat was dus ook mijn bedoeling. Daarom wilde ik ook niet twee exact dezelfde maken. Nou, die bloem, hij schittert een beetje vreemd in de, ja, in de camera, zeg maar. Maar het is gewoon echt zo mooi ingekleurd met dat Derwent Metallic. Nou, dit was project 1. Oh, en het is ook al 16:30. Grapje. Dan ben ik bang dat ik niet project 2 nog helemaal kan maken. Maar dan gaan we even iets anders nog uitproberen. En dan ga ik in ieder geval even een, ja, een prijsje nog weggeven. Even kijken wie er zou willen winnen. Ja, dat willen jullie allemaal wel. Hoe ga ik het doen? Even kijken, hoe ga ik het doen? Ja, een vraag, dat is ook wel allemaal hetzelfde. Nou, gewoon, hoe heet het setje Starburst sprays waar ik mee aan de slag ben gegaan? Dus hoe heet dit spray setje van de Lindy's waar ik dit mee op kleur heb gebracht? En dan ga ik zo meteen onder de winnaars, ga ik, of onder de goede antwoorden, scroll ik gewoon eventjes wie het gewonnen heeft. Dus ja, wellicht als straks de eerste het weet, dan zegt iedereen het. Maar ja, goed, dat is niet zo heel erg. Ik had in principe ook bedacht
Maar ja, dat gaat nu dus niet meer lukken. Om bij die tweede pagina van mijn journal had ik dus deze erbij naast willen maken. Dus ook hetzelfde principe. En dan die bloem. Dus ook weer hier overheen. En ook een beetje met ja, dit leuke stenseltje er nog weer bij. Misschien dat ik dit stenseltje ook nog wel achter mijn bloem achterheen laat piepen. Een klein stukje ergens. Moet ik nog even overdenken. Ik ben nog niet... Ik mis nog net iets van de finishing touch bij deze creatie, zeg maar. En wat het precies is, weet ik nog niet. Misschien dat ik ook wel een stukje van deze hier op het vellum ga plakken. Dat zou ook nog wel kunnen. Hé, ik denk dat ik dat ga doen. Dan haal je dat zwarte nog weer een beetje terug. Nou, weet je, dat ga ik gewoon later nog even op het gemakje rustig afmaken. Soms moet je gewoon dingen ook even aan de kant leggen en zeggen van, het is oké, het komt de volgende keer wel weer. En ik had gewoon niet helemaal een topdag nieuwe medicatie en daar krijg ik gaandeweg de dag een beetje last van. Dus ik denk dat ik er maar gewoon aan toe moet geven en de rest later moet gaan doen. Ik ga eventjes zoeken. Tussen de winnaars. Wie hem gewonnen heeft. En dat is dus de mandala mask. En het stansmalletje. En dat is... Gina Thierry. Gina Thierry, jij mag een e-mail sturen naar info@studiolight.nl. En dan krijg jij ja, het leuke prijsje volgende week thuis gestuurd. Dus heel veel plezier er alvast mee. En uiteraard kijk ik dan weer uit naar de creaties die jullie ermee maken. Ja, ga ik nog wat doen? Nee. Ik ga het hier toch bij laten. Volgende week heb ik meerdere live uitzendingen. Dan ben ik in ieder geval woensdagmiddag bij Studio Light live met mijn nieuwe lijn. Dan ben ik donderdagavond live in de Janine's Mindful Art groep. En volgende week zaterdag hebben wij weer een online demo dag in de JMA groep. En dan ben ik ook weer live. Dus volgende week ben ik er sowieso 3 keer. Dus daarom ga ik nu maar snel afsluiten. En is er dus iets minder dan ik had willen doen. Maar het is gewoon niet anders. Voor nu wens ik jullie nog een hele fijne dag. Kijk vanavond ook gezellig nog even mee met de live van Jeanette. En dan zien we jullie de volgende keer graag weer. Doei!